Goedemorgen allemaal. Ik zag het al in de app staan, de reacties. Wat leuk om dat filmpje te zien van de voor coronatijden. Wat ontzettend leuk om te zien hoe we toen samenkwamen. En de tieners, heel erg leuk. We leven in zo'n andere tijd en ik moet soms de zeilen wel even bijtrekken om het ook het leven ook leuk te houden voor mezelf. En een van de dingen daarvan was dat ik vanochtend om 8 uur al buiten liep. Ik ging richting Haastrecht en er kwam echt zo'n zon op. Oranjebal achter de huizen, prachtig. Als je het op de foto probeert te zetten, is het zo'n zonnetje om. Onmiddellijk heel erg klein, maar ik heb het meegemaakt en ik word er blij van om zo ook Gods schepping te zien. Maar van harte welkom ook bij deze dienst en een dienst die we ook echt weer hopen met elkaar te beleven. En ja, in ons hart dragen we ook het belong, het believe en behave met ons mee. En dat het belong doorgaat in deze tijd hebben we onder andere gemerkt ook aan dat het ledenaantal voor het eerst ever in deze gemeente boven de 500 geklommen is. Wat bemoedigend om te zien. En ook het kringenwerk is zelfs wat royaler bezocht dit jaar dan vorig jaar. Belong, we horen erbij. Ook al zit u nu niet voor mij hier in de zaal, we zijn met elkaar. En daar ben ik heel blij om. En ja, soms zit ik te dromen, hoe zou het zijn als we straks weer samen kunnen komen. Maar mijn droom gaat dan nog een stapje verder. Hoe zou het zijn als Joshua, het project Joshua, echt vorm gaat krijgen. En we in een gebouw kunnen zitten met de kinderen en de tieners en met iedereen in één gebouw. Ik kan er alleen maar naar uitkijken. Deze week op 2 februari ontmoeten we elkaar ook weer online op Zoom. En heel erg leuk, daarna gaan we iets uitproberen. We gaan elkaar ook ontmoeten met wonder.me. Nou, ik zal je geen uitleg doen, maar ik vind zeker dat het de moeite waard is om dat te bezoeken. Want je kan dan echt naar iemand toe lopen en met die gaan praten of even in dat groepje gaan praten. Heel anders dan Zoom. Van harte uitgenodigd, ook als gast, als u nu naar de dienst kijkt, van harte welkom om gewoon aan te sluiten. De gegevens kunt u vinden als u contact met ons zoekt. Maar laten we deze dienst opdragen in gebed en dan gaan we daarna weer lekker zingen met elkaar. Vader God, ik dank u voor deze dag. Ik dank u dat we hier mogen samenkomen met elkaar. En ik dank u dat ik hier mag zijn en live de muziek mag horen. Maar ik bid u ook dat we dit met elkaar vanochtend mogen ervaren op afstand, maar toch bij elkaar. We dragen deze dienst daar nu op. In Jezus' naam. Amen. Ja, ik wilde eerst nog even wat delen met jullie. Gaaf mensen die kijken. Ik wilde eventjes delen hoe deze tijd is geweest de afgelopen weken. Ik merkte dat de afgelopen weken best wel pittig zijn geweest voor mij. En misschien ook wel voor andere mensen met een jong gezin, met alle kinderen thuis. Het vraagt echt veel creativiteit om school en kinderen managen te combineren en werk. En vraagt veel veerkracht die er soms even niet is. En ik merkte dat ik daar soms echt heel vermoeid en ook somber van werd. En ik zie het ook om me heen bij mensen, bij patiënten die zich melden met somberheid, bij collega's, bij vrienden. Dat de veerkracht lijkt echt af te nemen. En misschien ervaren jullie dat zelf ook wel zo. Ben je alleen en opgesloten in regels? Of ben je juist altijd samen en opgesloten met mensen in één huis? En toen moest ik denken dat het toch goed is om Gods vreugde op te zoeken. En dat heb ik me toen voorgenomen om dat echt actief te gaan doen. Meer te gaan zingen. En echt door de week lekker lieder aan te zetten die ik kan meezingen. En het was wel echt mooi wat gebeurde, want er kwam ook echt meer vreugde in ons huis, in ons hele huis. Bij mij, maar ook bij de kinderen, merkte daar echt effect van. En ik dacht, weet je, als Paulus opgesloten in een gevangenis kan zingen, dan kan ik in een lockdown opgesloten dat ook. Dus ik ben het gewoon gaan doen. En daarom wil ik nu ook lekker zingen met elkaar. Weet je, het is wel, ik moet eerlijk erbij zeggen, dan
Daarna kwam er gewoon wel weer een dipje. En het blijft wel trekken en het blijft een pittige periode. En elke keer moet je weer besluiten, oké, ik blijf zingen en ik blijf Gods vreugde opzoeken. En dat hoop ik dat we dat vandaag ook echt met elkaar kunnen doen. Dus ik wil jullie echt ook vragen, zing mee thuis. Zing de woorden van God uit, Gods waarheid over ons. En ik hoop dat het in jullie hart ook mag landen. Goedemorgen. Vandaag beginnen we met een nieuw subthema van de prekenserie, namelijk Jezus is de weg. Ik zal aftrappen met het thema Jezus de weg. Volgende week gaat Thijs het dan hebben over het onderwerp Jezus de bruidegom. En de week daarna zal Leendert het hebben over het onderwerp Jezus de plaatsvervanger. Maar vandaag dus Jezus de weg. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Als Jezus en zijn leerlingen de laatste Pascha-maaltijd hebben gehad, de laatste maaltijd samen met zijn leerlingen, voordat Jezus gekruisigd werd, dan staat er in Johannes 13, vers 31, dat Jezus naar buiten gaat. En dan vindt daar nog een heel gesprek plaats. Ik weet niet hoe dat gegaan is. Het kan zijn
dat ze daar voor de deur stonden na te praten, zoals dat soms gaat. Het kan ook zijn dat ze misschien nog een hele wandeling hielden. Ze hadden nog geen avondklok, dus nog vroeger toen dat nog kon. En in dat gesprek komen allerlei bekende uitspraken van Jezus voorbij. Zo zie je dat Jezus in dat gesprek zegt dat Petrus hem zal verloochenen. In dat gesprek zegt Jezus dat wij als christenen herkend moeten worden aan onze liefde voor elkaar. Dat dat het kenmerk van de christen zou moeten zijn. En in dat gesprek zegt Jezus ook dat hij naar de Vader gaat om een plek voor ons in de hemel te bereiden. Allemaal belangrijke uitspraken waar al verschillende preken over gehouden zijn. En dan in hoofdstuk 14 vanaf vers 3 vindt dit gesprek plaats. Jezus zegt daar: en als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem: Heere, wij weten niet waar u heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus heeft 3 jaar met hen rondgelopen op aarde. Ze hebben al zijn wonderen in het openbaar meegemaakt. Ze hebben de menigtes gezien die hem volgden. Ze hebben privéonderwijs van hem gekregen. En op de vooravond van de kruisiging blijkt Thomas er nog niet zoveel van te snappen. En niet alleen Thomas, want hij praat in de wij-vorm. Waarschijnlijk begreep de rest er ook nog niet zoveel van. Daarom antwoordt Jezus hem buitengewoon concreet en eenduidig. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als het maar duidelijk is. Als iemand niet weet hoe hij in de hemel moet komen, dan hoeft hij alleen maar naar Jezus te gaan. Want Jezus is de weg naar God de Vader in de hemel voor ons. Na de zondeval kwam er een duidelijke scheiding tussen de zondige mensen enerzijds en de heilige God anderzijds. En dan komt Jezus, komt God zelf naar de aarde in de vorm van een mens genaamd Jezus. En dan neemt hij de zonde op zich, zodat wij ook weer heilig voor God kunnen staan. Jezus is zo de weg geworden, de verbinding tussen enerzijds de mensheid en anderzijds God. Zoals de A12 Den Haag verbindt met Utrecht, en dan gaat hij nog wat verder naar het Verre Oosten. En op diezelfde manier verbindt Jezus de mensheid met God de Vader. Maar die uitspraak dat Jezus de weg is, is dieper. Hij is breder dan alleen die weg naar de Vader, wat al magnifiek is. In deze preek wil ik het vanuit 6 gezichtspunten bekijken. En de eerste heb ik zojuist al genoemd. Jezus is de weg naar de Vader. Het tweede gezichtspunt is dat Jezus niet zomaar een weg naar de Vader is. Hij is de enige weg. Er wordt wel eens beweerd dat Jezus weliswaar één weg is en dat er vele wegen zijn die naar de hemel leiden. Of je nou in de Bijbel gelooft, of in de Koran, of in de Veda's, of in jezelf, of wat voor geloof je ook aanhangt, het zouden allemaal manieren zijn die allemaal prima zijn. Maar, en ik hoop dat je de preek nu niet wegklikt, ze kunnen niet allemaal gelijk hebben. Ze spreken elkaar tegen op fundamentele punten. Ik wil daar inhoudelijk nu niet te veel op ingaan, maar je hoeft je niet heel ver in te lezen of je komt erachter dat er grote verschillen zijn, discrepanties, waardoor het gewoon niet met elkaar te rijmen is. Want als dingen elkaar echt tegenspreken, dus niet ogenschijnlijk, maar als ze elkaar echt tegenspreken, dan weet je zeker dat tenminste een van beiden niet klopt. Misschien dat er een overlap is tussen de godsdiensten, dat ze voor een deel hetzelfde verkondigen en dat dat bij meerdere godsdiensten waarheid is. Maar op de vlakken waar ze elkaar echt tegenspreken, kan er maar één gelijk hebben. En zo is het ook met Jezus. Als we naar de moslims kijken, met alle respect, dan zien we dat de Koran zo'n 600 jaar na de Bijbel geschreven is. En dat het voor een groot gedeelte over precies dezelfde gebeurtenissen gaat. Maar dan hebben de mensen Arabische namen. En meestal gaat het verhaal net iets anders, alsof dat eerste verhaal niet zou kloppen. En hoewel er in de Koran, hoewel Jezus daar niet de zoon van God is volgens hen, wordt Jezus wel als profeet beschouwd. En er wordt heel positief over hem gesproken. Ze noemen hem Isa, conform het Arabisch voor Jezus.
Zij geloven ook dat Isa geboren is uit de maagd Maria. Ze noemen hem Messias. Ze noemen hem het woord van God. En hij wordt ook rechtvaardig genoemd in de Koran. Er wordt geen enkele zonde beschreven van Isa in de Koran. Hij zou wonderen hebben gedaan, hij steeg op naar de hemel. Er wordt heel positief over Isa, over Jezus gesproken. Het merendeel van deze positieve dingen die ik net opsomde, wordt niet eens over hun grote profeet Mohammed gezegd. Maar tegelijkertijd zet de islam zich sterk af tegen de Bijbel, tegen het christendom, waardoor de godsdiensten niet verenigbaar zijn met elkaar. In het hindoeïsme kunnen de geestelijken zich goed vinden in hoe Jezus leefde. Hij wordt wel beschreven als een sadhu, oftewel een heilige man. En als acharya, oftewel iemand die een goed voorbeeld voorleefde. Als we kijken naar het boeddhisme, dan zien we dat de Dalai Lama hem zeer hoog in het vaandel heeft staan. Hij noemt Jezus een grote meester. En ook zegt hij dat hij uiteindelijk een verlicht persoon zou zijn geworden. Als we kijken naar het jodendom, dan zien we in het Oude Testament zien we tig profetieën over hun Messias, hun redder die komen zou, die perfect aansluiten op Jezus, zoals Jezus beschreven is door historische bronnen, zoals de geschiedschrijvers van zijn tijd die hem noemen, maar ook door de getuigen die de getuigenverslagen hebben geschreven, die zijn opgenomen in de Bijbel, zoals wij daarin geloven. Alle grote religies in de wereld wijzen op de een of andere manier positief naar Jezus. En dan zegt Jezus zelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Komt een beetje arrogant over. Misschien voelt het voor sommigen wel oneerlijk. Al die religies wijzen op de een of andere manier positief richting Jezus. Maar Jezus accepteert geen een van die andere religies. Jezus zegt, nee, ik ben echt de enige. Ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is toch niet fair? Dat voelt toch niet eerlijk? Maar wat nou als het de waarheid is? Is het dan ook oneerlijk dat Jezus dit zei? De waarheid kan je toch nooit verweten worden? Zelfs al zou het politiek correcter zijn om voor de andere religies ook een goed woordje te doen, dan zou alsnog een goed persoon die nooit liegt, die een hekel heeft aan de leugen, zoals Jezus door hen allemaal beschreven is, zou die toch alsnog de waarheid spreken? Jezus wordt vanuit al die religies op de een of andere manier beschreven als een rechtvaardige persoon die er niet over zou liegen. Wat had Jezus dan moeten zeggen? Je hebt mij niet nodig. Je kunt ook naar de goeroes gaan. Of zorg dat je een zwarte band in yoga haalt. Heb je daar zwarte banden eigenlijk? Volgens mij niet, hè? Nee. Maar even serieus, Jezus die zou er niet over liegen. Jezus is iemand die juist voor de zondes, waaronder de leugen, die juist voor de zondes, voor de straf, voor de zondes van ons gestorven is. Hij heeft juist die zondes weggewerkt voor ons. Hij heeft juist een hekel aan de leugen. En hij is juist heel nederig. Hij heeft de voeten van zijn leerlingen heeft hij gewassen. Deze Jezus, zoals Jezus beschreven is, daar zou niet bij passen dat hij arrogant zou zijn of dat hij zou liegen dat hij de enige zou zijn. Sterker nog, veel geestelijken uit die andere religies, die geloven ook helemaal niet dat Jezus hierover gelogen heeft. Veel van hen geloven dat Jezus een man was die de waarheid sprak. En de Dalai Lama die beaamde zelfs specifiek deze woorden van Jezus. Maar hij gelooft dat christenen het verkeerd interpreteren. Jezus bedoelde niet dat hij de enige weg was. Moslims vertellen mij ook consistent dat de Bijbel een heilig boek is. Maar zij geloven dan dat de Bijbel corrupt is geraakt. Dat het bij het overschrijven, maar ook opzettelijk, dat de dingen zijn veranderd en dat het daardoor niet meer klopt. Iets wat steeds wordt tegengesproken als er weer een millennia oud handschrift wordt teruggevonden. En wat ook helemaal niet aansluit bij de wetenschappelijke bronnen over
hoe de Bijbel is overgedragen. Bovendien wordt in de Bijbel al gewaarschuwd voor de Koran in Galaten 1 vers 8, waarvan de oudste handschriften bewezen ouder zijn dan dat de Koran überhaupt geschreven is. Ik kan Johannes 14 vers 6 daarom zelf maar op één manier interpreteren. Jezus is de weg. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Jezus is de enige weg. Het derde gezichtspunt is dat Jezus niet alleen de weg naar de Vader zelf is, de verbinding. Hij is ook het licht op die weg. Hij laat ons zien hoe we de weg naar God moeten bewandelen. In de evangeliën, daar aan het begin van het Nieuwe Testament, waar beschreven staat hoe Jezus leefde en wat zijn onderwijs was, daar staat precies beschreven hoe we die weg moeten bewandelen. Hoe we de Vader kunnen behagen. Er staat dat we God moeten liefhebben met alles in ons. Onze naasten moeten liefhebben als onszelf. En ook dat we gerechtigheid, barmhartigheid en geloof nastreven. Dat we voor de armen zorgen en dat we de andere wang toekeren. Het staat precies uitgelegd. Jezus laat ons zien hoe we de weg moeten bewandelen, die hij zelf notabene voor ons geworden is. Terecht zegt de psalmist in Psalm 119 vers 105, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Gods woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Johannes 1 vers 1 zegt dat Jezus het woord is. Met andere woorden, hij is de lamp voor mijn voet en het licht op mijn pad. Jezus is niet alleen de weg naar de Vader zelf. Hij schijnt ook licht op die weg, op dat pad. Hoe doe je dat dan, de Vader behagen? Als je naar hem luistert, weet je hoe je de weg naar de Vader kunt bewandelen. Maar die weg die Jezus voor ons geworden is, die is niet zoals de A12 die ik zojuist noemde. Hij is namelijk niet vierbaans. En al helemaal niet zesbaans, zoals daar bij Utrecht. Het vierde gezichtspunt is dit. Jezus is een smalle weg, de waarheid en het leven. Jezus zegt dat zelf in Matthäus 7 vers 13 en 14. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Als ik met mijn auto ergens heen ga voor het eerst en ik ken de route nog niet zo goed, dan pak ik mijn telefoon, ik doe die in de houder en Google Maps vertelt me precies hoe ik er moet komen. En Google Maps die heeft bijna altijd gelijk. Maar niet altijd. Dus wat doe ik tegenwoordig als ik ergens heen ga voor het eerst en Google Maps vertelt me precies hoe ik moet rijden? Ik let ook een beetje op hoe de rest van het verkeer rijdt. Als 95% van de auto's gaat voorsorteren naar de rechterbaan, is de kans groot dat ik toch ook zou moeten voorsorteren. En de keren dat ik dacht, kan ik ze nu eens even lekker inhalen, kwam ik meestal bedrogen uit, doordat Google dan ineens zei, over 100 meter rechts afslaan. En probeerde dan nog maar eens tussen te komen. Nu gebeurt dat niet zo heel vaak, want je ziet ook zo'n lijntje, hè? Zo'n blauw lijntje, of in de file is het dan rood. En als die rechtdoor loopt, weet je dat je rechtdoor moet. Maar ik heb wel eens gehad dat dan die linkerbaan bijvoorbeeld ineens voor de mensen was bedoeld die links afsloegen. Dus wat doe ik meestal? Ik kijk goed wat de rest doet en dan doe ik dat vaak na. En eigenlijk doen we dat allemaal in ons leven. We kijken naar wat de rest doet en we nemen dat als referentiekader. Maar bij God is het anders. Als je ziet dat iedereen rechtsaf slaat, kan het zomaar zijn dat jij linksaf moet slaan. Want de meerderheid volgt de weg die naar het verderf leidt. We hebben het net gelezen. Jij bent op zoek naar die smalle weg die naar het leven leidt. En weinigen zullen die vinden. Woorden van Jezus. Overigens lijkt die weg die Jezus voor ons geworden is wel enigszins op de A12. Het is namelijk wel een snelweg. Zodra jij ervoor kiest om Jezus te volgen, om je leven helemaal op te geven en voor hem te gaan, kom je gelijk aan bij je bestemming in het Koninkrijk van God. De crimineel aan het kruis die naast hem hing, en toen Jezus gekruisigd werd, waren er twee misdadigers die ook gekruisigd werden. Die crimineel die zat hem eerst nog te bespotten, samen met die ander. Als u de redder bent, red u zelf dan van het kruis en red ons ook gelijk even.
Het ene moment zit hij hem nog te bespotten. Maar het andere moment komt hij tot inkeer. Vlak voordat hij doodgaat, komt hij nog tot inkeer. En neemt hij het juist voor Jezus op. En dan zegt Jezus, vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn. Nu is het niet zo dat als je tot geloof komt, dat je dan gelijk dezelfde dag nog in het paradijs terechtkomt. Ik hoop het niet voor de mensen om je heen in elk geval. Misschien als je op je sterfbed tot geloof komt. Maar je komt wel gelijk aan in het Koninkrijk van God. Je wordt gelijk een inwoner van het Koninkrijk van God. Hij wordt je koning en je komt onder zijn heerschappij te staan. Deze weg is vliegensvlug. Geldt niet altijd voor de A12 overigens. Maar dit is wel een smalle weg. En het is niet altijd comfortabel om over deze weg te rijden. Ten vijfde is Jezus ook een weg die mensen met elkaar verbindt. Een weg tussen mensen. Carolien had het vorige week al over God de relationele. Jezus bindt mensen samen. En dat doet hij allereerst door ons te leren hoe we met elkaar om moeten gaan. Want van nature weten we dat niet zo. Jezus heeft gezegd, heb je naaste lief als jezelf. Hij heeft ons laten zien hoe we moeten leven in verhouding tot anderen. Als je allebei de minste probeert te zijn, kun je altijd met elkaar overweg. Jezus heeft ons een way of living getoond, een manier van leven. Of letterlijk een weg van leven. Maar hij bindt mensen ook samen door degenen die hem volgen. Ik denk dat het merendeel dat dit kijkt hem reeds volgt. Door die mensen uit te sturen naar de mensen die hem nog niet volgen. Want Jezus is nog meer dan alleen de weg naar de Vader voor jou. Hij is het ook voor de mensen om je heen. En hij probeert jou met hen samen te binden, waar die mensen ook op je pad komen, zodat zij ook de weg naar de Vader kunnen vinden. Sta eens stil bij de laatste keer dat jij iemand de weg hebt gewezen. Wanneer was de laatste keer? Misschien een toerist of iemand die verdwaald was. Dat je zei van, je moet die kant op, tweede rechts, eerste links, of iets dergelijks. Komt niet meer zo vaak voor, hè? Mensen hebben tegenwoordig een smartphone en vaak weten ze het zelf wel beter, of denken ze het in elk geval beter te weten. Maar nog belangrijker, denk eens terug, wanneer was de laatste keer dat jij iemand de weg naar de Vader hebt gewezen, wat nog zoveel belangrijker is. Want daar heeft Caroline het ook over gehad, hè? Jezus is ook voor onze medemensen de weg naar de Vader. En er zijn miljarden mensen die verdwaald zijn. En ze hebben het zelf niet door, maar wij zien dat zij niet de juiste weg volgen. Laten wij proberen ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen van hen alsnog de weg naar de Vader vinden. Door die weg te wandelen die Jezus voor ons heeft uitgestippeld. De weg tussen mensen. En tot slot wil ik Jezus als weg beschrijven als de wil van de Vader. Zo heeft God de Vader het gewild. Hij heeft het gewild en hij wil het nog steeds, dat alle mensen tot inkeer komen. En dat iedereen opnieuw een intieme relatie met de Vader krijgt. Zoals een zoon of een dochter met een goede vader, dat wij zo ook opnieuw zijn zonen en dochters worden. Na de zondeval wilde God toch opnieuw een band met ons, met jou. Hij wilde het zo graag. En waar een wil is, is een weg. Jezus Christus is die weg. Amen.
Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de weg tot God. Want al zo diep had God de wereld, dat hij zijn zoon Dankjewel, Simeon, voor je preek, je verhaal. Er wordt best wat gereageerd in de live chat of een aantal reacties en ontstaat wat gesprek. En ik denk dat ik nu even ga zeggen, wat leuk om aanstaande dinsdag 2 februari bij de Wonder Me, misschien is Simeon erbij. Ik denk dat Jan er wel bij is. Tix is aan. Ga lekker de diepte is in. Zaag ze eens lekker door van hoe zit dat nou precies. Het gesprek wat we normaal op zondag na de dienst doen. En dat kan bij Wonder Me. Dus je kan dan gewoon in groepjes, kleine groepjes elkaar ontmoeten. Dus wat mij betreft een heel mooi moment ook om het gesprek voort te zetten. Ik mag deze diensten afsluiten en een zegen uitspreken. Vader God, ik dank u dat we hier bij elkaar mochten zijn. En ook de woorden tot ons mochten laten komen dat u de weg bent. En ik keek tijdens de preek ook even naar buiten. Ik zag de zon schijnen. En ik dacht, Heer, ik zie er ook even naar uit om naar buiten te gaan en te wandelen. En ook eens na te denken over van hoe ziet de weg van mijn leven er eigenlijk uit? Welke weg loop ik? En dat is een nadenken die ik weer meeneem. Vader, en ik wil u ook vragen of u met ons wilt gaan in alles wat wij doen vandaag en de rest van de week. En gemeente, zo wil ik ook de zegen uitspreken. En dit zijn niet mijn woorden, het is niet mijn zegen, maar het is Gods zegen. Gemeente, wees zo gezegend in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Want Hij is met ons, elke dag opnieuw. Al voelen we het niet, we mogen het weten. Hij is met ons op deze weg. Amen. Kom, Jezus, kom. Vul dit land met uw heerlijkheid.